Nick heeft een mooie 22-21 overwinning behaald op top. Het duel werd gespeeld in Drachten omdat de Alpha Hall niet beschikbaar was. De Groningers kwamen ijzersterk terug na een 15-10 achterstand. Coach Jellema wisselde bij de ruime achterstand twee spelers en dat bleek een gouden zet. Topscorer bij Nick was Ricky Wu met 10 treffers. De rode kaart die Michael de Leeuw zaterdagavond ontving in het duel tegen RKC is door de KNVB geseponeerd. Scheidsrechter Ketting gaf de Leeuw rood na een ongelukkige botsing met RKC-speler Rodney Snijder.